2000 per maand, dat was dus 200 euro 10% verlies. En 10 keer 250, dus dat was een maand budget. Op een jaarbasis. Ja, voor 200 euro. En die hebben we voor mij. Ik denk je het zelf wel. Als je moet rijden, mag je 0% op niks. Bosje is passiva. Dit is moeilijk hoor. En Bosje en Bosje en Pomos. Aan jullie hartelijk bedankt voor de grote rol. En Jesus is heel erg veel. Wie is 20 roku, zo moet ik zeggen. Jullie helpen. Jullie helpen ons ongeveer meer dan 20 jaar. En zonder die hulp zou geen enkel sociaal project kunnen doen. Proost! Proost! Ik zeg heel veel succes. Klik, klik, klik! En in de also have pharmacies, but the best when you need special medicine to go to the city. Ik vroeg van als er nou, zeg maar, nu er hier geen apotheek meer is, is er dan in de buurt nog wel mogelijkheid voor mensen om medicijnen te kopen? Als nou, hier vlakbij is er nog eentje en in de omliggende dorpjes. Maar als je echt een goede medicijn moet hebben, kan je beter naar de stad. Good building from Soviet time, even if they build it. Dus hij zegt, maar deze dokter heeft ook een dokterspost in een ander dorpje. Dan is het voor die dokterspost beter om het daar functioneel te maken als het hier aan de buitenkant op te knappen. Who laying in the hospitals, but without parents. Hij werkt voor een missie. Dat deed hij al een heel tijdje in een dorp verderop. In Beregovo, waar wij slapen met z'n allen. Daar ging een Nederlander weg. En hij heeft het toen eigenlijk overgenomen van deze Nederlander. En zijn hoofdmissie is uit te kijken naar de gezondheidszorg. En de healthcare. Dus net zoals hier, waar we staan in deze dokterspost. En ook voor een kinderthuis hier in de buurt. We may go by stairs or by elevator. We gaan naar de derde verdieping, kunnen we de lift of de trap pakken. We have patients with arterial hypertension, with myocardial infarction, with heart failure. We hebben ook heel veel bedden die gewoon hoog zijn. Dat is niet altijd handig en ze zijn ook absoluut niet comfortabel. Ze proberen van als ze bedden tekort hebben, van alles wat ze hebben, nog goede bedden te maken. Hier maken ze dus van twee bedden één bed. Dit is een collega en zij is gespecialiseerd in alle het maken van hartfilmpjes en alles wat echt onderzocht moet worden. Ja, ken je ze? Je bent niet ding die chocolade. Nee. Ga daar vragen om niet naar de klant te sturen.
Ja, die jongen is nog niet thuis. We hebben Jan even bellen. En een paar krassen van een paar horens. Soep voor je in de Volvo. Gaat er niet uit. Ja.